We deden in één keer weer iets bovenkort. En ik toch met niemand in rekening hoef te houden. Geen blad voor mijn mond hoef te nemen. Dus whatever. Met sommige mensen een beetje rekening kan houden natuurlijk. Die hier niks mee te maken hebben. Na groep 7 in de zomervakantie. Of ja. We gaan onze basisschool samen met de andere basisschool. Waarbij al duidelijk is. Dat in groep 8 de twee groep 8 samensmelten. En ik. Ik weet niet precies in welke tijd dat is. Maar in die tijd ga ik. Ik kom met Ben Sanders in de klas. Ik ben het ook met hem dus aan het spelen en zo. Ik weet niet precies hoe of wat alles aansluit. Maar we hebben zo'n gemeentedump. Waarbij ze ook, één is echt voor het groen. En dan hebben ze nog een stuk eraan met een paar grote bakken waar oud ijzer wat aan de weg is gegooid. Of wat ze uit de sloot hebben gevist. En dat gooien ze allemaal in één bak. Daar waren we gewoon aan het rommelen, noem maar op. Met die nou boven me woont. En met nog een andere meid. Waar... Dus eigenlijk drie geïnteresseerd in die andere meid die gewoon stout is. Zijn allemaal 12 hè, of zoiets. Dus tongzoen ticketje en dat soort dingen was al een tijdje bezig. Maar bij dat gebouw daar al, elke keer uitdagen. De praatjes die werden steeds stouter. Maar niemand was echt stoer of dapper aan het doen. Maar Ian wel. Ik zal er even gaan vingeren. Dus daarom bij die muur. En ondertussen zijn Nicole en Ben zijn gewoon aan het meekijken. Eigenlijk ook gewoon aan het aanmoedigen. Ik met mijn hand in die broek. Maar achteraf waren de verhalen... Ja, ik was alleen maar in mijn navel aan het vingeren. Maar het was echt, ik ben echt wel een minuut bezig geweest om er de slipje in te komen. Maar achteraf zat een hele bodystocking aan. Nee, toch net zo'n zwempak. Waarbij dus niet knoopjes, dat ding, dat moet gewoon uit. Strak, dus je komt ook niet zomaar met je handen erin. En zeker niet als je dus vanuit de navel daarheen aan het gaan bent. En zo zullen er wel meer dingen naar boven komen, want ik ben echt een stoute jongen geweest. Nog steeds macht. Maar ik zie ook steeds meer haat, wat nog steeds plakt. Net als dat Lynn het karakter is van de persoonlijkheid, hoe ze zich gedroeg als kind, zie ik dat bij iedereen ineens.